Goedemiddag. Goedenavond. Welkom. Ik was gisteren even niet live. En vandaag ga ik wel live. En ik ga live in de week van het shamanisme. Hi. Mijn naam is Santi Older. Ja. Hoi. Eindelijk. Nou, spannend. Hartstikke mooi. Even nog twee dingetjes doen hier. En dan gaan we een leuk gesprekje doen. Even kijken hoor. Zo. Ik ga eventjes wat met het beeld. Even kijken. Oh ja. Anders ben ik helemaal zo groot. Ja. Nou. Hey, hartstikke leuk dat je er bent. Ja. Ik zou even een korte introductie of inleiding doen. En dan, ga ik jou allemaal de prikkelende vragen stellen. Nou, hoop dat ik prikkelende antwoorden kan geven. Of inspireren. Nou, vast wel. Als ik zo kijk naar de dialogen die je hebt gevoerd op het platform, denk ik, die vond ik al heel prikkelend en ook heel wijs. Dus ik verheug me op veel wijsheden. En ik hoop dat ik goede vragen kan stellen, zodat jij, bang, ze kunt delen met ons. Ja. Maar ik zou eerst even een korte introductie doen. Deze week, in het kader van transformeren, was ik eigenlijk heel benieuwd naar de visie van de sjamaan. Dus heb ik een aantal sjamanen gevraagd. Of ja, sjamaan, wat is een woord? Maar in ieder geval een aantal mensen die zich met shamanisme bezighoudt om eigenlijk op dit platform met mij in gesprek te gaan. Hè, vorige week en de week daarvoor hebben we gesproken met over transformeren met transformatiecoaches en met ervaringsdeskundigen. En ik vind het zo mooi aan transformeren en what's in the word. Maar er zitten zoveel aspecten. En ik ben gewoon ook vanuit mijn eigen fascinatie heel erg benieuwd hoe vanuit het shamanisme naar transformatie gekeken wordt. En met name ook naar deze periode. En nou, vandaar dat ik deze week het idee heb opgevat om met vanuit het shamanisme, vanuit de shamanistische visie in gesprek te gaan. En ik dacht eigenlijk al heel snel, toen ik dacht aan met wie ga ik dan in gesprek, aan jou, Chantiel. Omdat jij de mensen die op het platform komen regelmatig, die weten dat ik dagelijks, al sinds een kleine 3 maanden, een vraag stel in de ochtend. En daar ontstaat dan dikwijls een dialoog uit. Reageren dan mensen op zijn vragen die ook vaak iets met transformeren of deze periode te maken hebben. En ik kende je daarvoor niet echt, maar ik heb het gevoel dat ik je heel goed heb leren kennen door de antwoorden die je gaf, maar ook zeg maar, door jouw reflectie op zaken, door ook dialogen waar we gezamenlijk in terechtkwamen, dat ik het gevoel heb alsof ik met een oude bekende nu in gesprek ga. Ja, nou ja, dat heb ik natuurlijk ook. Wel zo. Dat heb ik ook. Dat heeft puur met de energie te maken. Het effect wat jij hebt aan energie, wat jij naar mij toestuurt. Wat ik heel prettig vind en waardoor ik eigenlijk heel snel leer. Klinkt een beetje gek natuurlijk, maar bepaalde mensen hebben bepaalde energie over zich, waardoor je eigenlijk veel sneller tot inzichten komt. En waardoor je veel sneller kan schakelen en veel sneller kan groeien. En ik vind het heel prettig om naar jou te luisteren. Ik moet soms ook wel eens lachen. dan zit ik innerlijk te lachen en denk, maakt hij zich druk over de koffie? Of hoe hij zijn koffie vasthoudt? Dat vind ik heel grappig.
Thee. Dat zijn van die simpele dingen, maar dat maakt het wel grappig dat mensen met bepaalde processen bezig zijn. Precies. Dat bedoel ik. Nou, ik verbaas me, moet ik ook zeggen hoor, als ik dan wel eens een filmpje terugkijk, hoeveel thee ik drink. En ik weet het wel hoor, want ik drink eigenlijk alleen maar thee en water. Maar er gaan 4 potten thee per dag doorheen. En dat is dus 4 liter of zo. En ja, dus als ik dan een uur voor een camera sta, ja, dan is de kans natuurlijk dat ik af en toe deze houding aanneem, is wel groot. Ja, maar ja, ach, Ja. dat hoort er ook bij, hè? Dus Dat praktisch hoort er bij gedaan. mij, voor mij kennelijk bij, ja. Ja. Hé, hey, dan nogmaals, hartstikke fijn dat je er bent. Ja, een eerste vraag natuurlijk, want omdat ik je zo goed nou ook weer niet ken. Wie is Chantiel? Wie ben jij? Wat doe je? Wie ben jij? Ja, wie ben ik? Nou, ik ben Chantille Spruit. Ik ben 49 jaar. Ik heb twee zoons. Beide topsporters geweest. Eigenlijk van kleins af aan al met spiritualiteit bezig geweest. Het enige verschil is dat ik al heel snel een soort van test van spirit kreeg, ook negatief, om weerstand te kunnen bieden. Dus eigenlijk het eerste wat ik geleerd heb is bescherming. Dat is ook een van mijn grootste krachten. Dat is ook waar mensen vaak bij mij bescherming zoeken, hè, negatieve energieën om te zetten. Ja, ik ben niet van de boeken, ik ben niet van de theorie, ik ben puur van de praktijk. Vaak doe ik dingen en spirit geeft niet op een blaadje van je hebt nu zo net dit en dat geleerd. Dat is altijd heel handig, daar kom ik altijd achteraf, pas achter. Maar ik ben een praktijkmens en mensen herkennen mij aan mijn kracht, aan mijn. Ja, aan mijn bescherming. Daarbij ben ik ook docent geweest in het basisonderwijs. Dus ik heb veel met kinderen gewerkt. Beste job ever, moet ik zeggen. Ik heb heel veel ervaring op het gebied van het ziek zijn, maar ook altijd weer er bovenop komen. Ook beter worden. Hoe pak je dat aan? Het lijkt wel een rode draad in mijn leven. Dokters begrijpen ook niet hoe dat allemaal kan. Legt ze soms wel eens uit. Maar schijnbaar moet ik een voorbeeld zijn van hoe je zo snel mogelijk ziekte kan omzetten naar positief. En dat je er altijd, ja, er is altijd een weg om beter te worden, om eruit te komen. En ook spiritueel. Dus, en dan kom je al gauw op het gebied van transformatie. He, want ja, als je een stukje pad loopt wat negatief is en je moet dat omzetten, vindt er sowieso altijd een transformatie plaats. En ik denk, als je dat kan omzetten, dat dat de grootste gift is die je maar kan krijgen. Ja. En vaak zijn dat hele processen. Binnen het lichaam, waar je bewust van moet zijn dat het positieve energie te maken heeft met positieve energie. Ja. En wij shamanen werken voornamelijk, althans ik werk voornamelijk met energie. Ja. Dus alles is energie, spirit is energie. Dus in alles is gelijkheid. En op het moment dat je dat beseft. En je kan op alles intunen. Ja, dan krijg je continu downloads, informatie over de wereld om je heen. Maar ook als je dan zeg maar buiten deze wereld gaat, hè, dan hebben we het over spiritueel reizen. Dan krijg je ook downloads vanuit het buitenaardse en buiten, ja,
En dat Ja, is ja. natuurlijk helemaal moeilijk te vatten, maar. Ja. Ah, je hebt al heel veel dingen gezegd. Ja. Een paar dingen die zijn even blijven hangen bij mij. Je zegt al vrij snel, was in mijn leven was bescherming erg belangrijk. En dat is ook met name wat ik mensen kan geven. Dat is bescherming een woord wat we allemaal kennen, maar kun je misschien even toelichten wat jij onder bescherming verstaat en welke ervaring jou heeft geleerd dat bescherming zo belangrijk is? Ik was als een heel klein kind, groeide ik op in een soort van huishouden waar het nogal hectisch was. En moet eigenlijk zo zien dat mijn biologische vader ook een sjamaan is, alleen merendeels in de negatieve vorm. Met negatieve energieën. En ja, als je dan als klein meisje al heel snel bewust wordt van het feit dat jij. Hij handelde ook in Inca-beeldjes. Dus daar zat best wel heftige dingen tussen. En als jij dan als kind eigenlijk alles loopt te neutraliseren op hetzelfde moment. En je moeder en je zus in bescherming neemt. Had ik niet door, maar uiteindelijk is dat hetgene dat je die personen in spirituele bescherming zet, zodat ze niet aangeraakt worden of niet te veel negatieve energieën over zich heen krijgen. Maar ik neem aan dat dat niet bewust was Nee, toen. nee. En op een gegeven moment ben je daarvan bewust geworden. Ja, dat is veel, veel later natuurlijk. Op veel latere leeftijd is dat gekomen. Ik heb een aantal keer de sjamaanse dood mogen ondergaan. Ook zo lekker. Heeft ook met transformatie te maken. Want vaak na zoiets vind je je pad, je spirituele pad. Ja, als op een gegeven moment, als mensen zo vaak bescherming bij jou zoeken en jij kan ze op afstand daarin begeleiden en bijstaan en kracht geven, want dat is het eigenlijk wat ik doe, is puur hun spirit in kracht zetten. Hun spirit zodanig sterk maken in combineren dan met mijn spirit. En dus met ze gezamenlijk sta je veel sterker. En dan kom je in coronatijd, waar de samenwerking zoveel mogelijk gescheiden wordt, terwijl het juist bij elkaar gebracht moet worden. En dat heeft heel veel mensen ook aan het denken gezet, natuurlijk. Maar dat is eigenlijk het proces wat ik doe. Mijn missie werd duidelijk toen ik mijn naam kreeg. Mijn spirituele naam is natuurlijk Shaman Mother Mother. En heel veel mensen vragen, oké, waar staat die naam voor? Het heeft ook met vorige levens te maken. Dus het is ook vaak uit vorige levens dat ik ben in elke leven shaman geweest. En eigenlijk de eerste levens werd ik al moeder genoemd. En in dit leven spreken mensen mij automatisch aan als moeder. Ik ben heel jong, maar ik weet ook niet waarom, maar dat gebeurt gewoon. En die twee namen zijn gewoon samen gecombineerd. Het moeder van toen en moeder van nu schijnt een heel belangrijke combinatie te zijn voor de transformatie voor veel mensen. Mijn missie is ook zoveel mogelijk mensen spirituele wifi aan te zetten. Zodat ze ontwaken, wat jullie ook doen. En er wordt wel eens gezegd, je moet een speciale gave hebben. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat iedereen paranormaal begaafd is. Ik geloof dat iedereen kan healen. Het is alleen, het wordt niet in deze maatschappij erg geactiveerd.
En eigenlijk zouden ze dat op school al mee moeten beginnen, want mijn klas had altijd uitzonderlijke rust in de klas en samenwerking. En ja, dus dat is hetgene waar we wel naartoe moeten. Dus meer mensen moeten bewust zijn van hun energie, wat ze uiten, dat al een vorm van energie is. En ook ja, liefde geven en ontvangen. Daar wordt de wereld helemaal mooier van. Nou heb jij, nou heb je dus eigenlijk vanaf jong, je hebt een shamanist, shaman als vader gehad. Maar dat was niet, is hij ook degene die jou op dat pad heeft gebracht? Of ben je op een andere manier bij shamanisme betrokken geraakt? Dat je op een gegeven moment dacht van, hé, dat past bij mij en dat ga ik verder ontwikkelen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, ik ben een van de weinigen die mijn vader aankon. Als vijfjarige heb ik hem weggestuurd. Want, oh, oké. Okay. Omdat ik, nou, laat ik zo zeggen, ik was opgenomen en ik was heel ernstig ziek. Dus ze wisten niet of ik het zou redden. Dus mijn moeder moest mijn vader inlichten. En Mike had op dat moment een heel spiritueel ervaring. En ik had gekozen voor het leven, maar dan wel een ander leven. Althans, niet een leven met hem. En toen heb ik hem ook als vijfjarige weggestuurd. En dat heeft een behoorlijke indruk op hem gemaakt, ook op mijn moeder. En daardoor kwam ik eigenlijk op het positieve pad. En kon ik op die manier ontwikkelen. Op een later moment heb ik hem vergeven, omdat wij aan elkaar zijn verbonden. Hij is ook mijn grootste beschermer. Ja, dus mijn grootste vijand is ook mijn grootste beschermer. Als je het grotere plaatje begrijpt. Hè, dus wij hadden gewoon samen een les die wij moesten doorgaan. En ja. Het is ook een soort stukje, ja, hij is een Inca-sjamaan, dus hij staat voor slang. En ja, slang heeft een hele grote vernietigingskracht, maar hij heeft ook een hele grote helende kracht. En nou ja, wij zijn eigenlijk gaan samenwerken, dus in mijn heilige cirkel, in mijn medicijnwiel, komt hij altijd als een van de shamanen om mij te ondersteunen als dat nodig is. En zo heb ik meerdere shamanen in mijn cirkel staan die connected zijn met mij en die met mij samenwerken. Maar voor, ja, wanneer, voor het doel, voor de grote missie, om het zo maar te zeggen. Ja, wanneer heb jij bewust de beslissing genomen om dit pad te gaan? Want ik neem aan, ik bedoel, je gaat naar school, je gaat op een gegeven moment, je komt van school af, je gaat, nou, je hebt in het onderwijs gewerkt, dus je bent misschien naar de PABO of zo gegaan. En dan kom je ook de vader van je kinderen tegen. Ik bedoel, dat is het gewone leven, zou ik maar zeggen. Wanneer is daar een moment gekomen dat je bewust voor ja, wat je nu doet hebt gekozen? Je vraagt nu iets aan mij. Ik heb nooit bewust gekozen. Oké. Dus, dat is grappig, want op het moment dat ik het zei, dacht ik, oeps, dat komt er niet lekker uit. Nee? Want het gebeurt natuurlijk, ja. Ja, ik heb er niet ik zei niet opeens van, ja, ik ga nu shamanisme doen. Eigenlijk is dat elk stukje in mijn leven is een training, is een voorbereiding geweest op eigenlijk het hele leven. Ja, ik kan, het is niet een bewust. Ja. En sterker nog, soms maak ik me ook wel eens zorgen over mijn eigen kinderen. Hè? Want zij dragen natuurlijk ook DNA en zij zullen waarschijnlijk ook dat pad belopen, wat ze eigenlijk al belopen.
Alleen ik bemoei me er niet zoveel mee. Of tenminste, probeer me zoveel mogelijk. En, maar dat betekent wel dat ze soms spiritueel mensen moeten bijstaan. En dat is best zwaar. Dat is best, best heftig soms. Ja. Ja. En ik denk dat daar hebben we allemaal niet voor gekozen. Dus iedereen leeft wat hij moet leven, denk ik. Oké. Laat ik dan een andere vraag stellen. Je hebt net ook gezegd, ik heb een aantal keer, of ik heb de shamanistische dood gestorven. Dat zie ik zeg maar als misschien een schakelpunt waardoor je zeg maar gecatapulteerd wordt in een, ja, in een versnelling, zeg maar. Kun je iets over die keren of die schakelpunten vertellen, wat er gebeurde en hoe je dat, hoe je daarop terugkijkt? Ja, nou de eerste keer toen ik in het ziekenhuis lag en ik voelde, ik was stervende. Dus dat was toen je 5 was? 5 jaar. Ja. De keuze was heel makkelijk. De keuze was, als ik nu opgeef, dan is het oké. Okay. Het is heel fijn daar, dus niks aan het handje. Je maakt dan gewoon de overgang. Ja. Maar tegelijkertijd zat er iemand aan mijn bed. En die heeft een spiritueel connectie met mij gemaakt. Heeft de hele nacht met mij gepraat over... over het leven eigenlijk. Klinkt heel, heel, heel gek, maar... En die was daar dan ook full formaat aanwezig. En ik heb toen eigenlijk voor mij een soort keuze gemaakt van... Oké, als ik kinderen krijg, dan... Ik wil het doen, maar dan moet ik zeker weten dat mijn kinderen geliefd zijn en dat zij een goed leven krijgen. En op die voorwaarden durfde ik het wel aan. Ik wist dat het zwaar zou zijn. Dat wist ik al meteen. Want daar lag de weegschaal. En die man die aan mijn bed stond, zat, die heeft zo mij gesteund en zo mij doorheen geholpen. En die zei, heb vertrouwen, want het komt goed. En toen, toen heb ik dus mijn vader weggestuurd. En eigenlijk een paar jaar later verscheen die man ineens in mijn leven. En dat is dus nu mijn vader, mijn stiefvader. Oké. Dus dat zijn hele grote... Ja, dat zijn hele grote paranormale of spirituele belevenissen. Waar je ook voelt dat je in kracht je eigen beslissing, in de zin van eigen beslissing, je eigen kracht voelt. Van oké, ik moet dit doen. Dit is voor mij bestemd, dus ik moet er doorheen. Wat er ook ja, gebeurt. Maar dan ben je dus een klein meisje. Je bent 5 jaar of misschien een paar jaar ouder dan. Ik kan me zo voorstellen dat als je dan weer naar school gaat, dat je daar niet met je vriendjes en vriendinnetjes zo over praat. Van nou, dit is gebeurd. Ik bedoel, dat lijkt me best wel bijzonder. Je hebt een ervaring meegemaakt. Hoe kon je dat verwerken? En hoe kon je ook nog kind zijn? Nou, niet. het is moeilijk. Ik ben heel vaak op verschillende scholen gezeten. Ik ben heel vaak verhuisd. Dus ik heb me ook niet echt kunnen binden aan bepaalde... Hè. Kijk, als ik naar mijn kinderen kijk, die zitten gewoon op een basisschool van groep 1 tot groep 8. En ja, die hebben gewoon een groep waar ze mee opgroeien. Dat heb ik niet gehad. Dus ja, ik praatte niet met andere kinderen daarover. Ik had wel dat andere kinderen mij altijd herinnerden. Want er was altijd een aantrekkingskracht, een energieveld, waardoor ze ja, op een of andere manier... hoe moet ik dat zeggen? Er is altijd... Ze,
ze herkennen je altijd. Was Waar het ook chemistry, komt. een soort chemistry. Ja. En, maar met kinderen van mijn leeftijd, nee, ik kreeg antwoorden niet van, ook niet van mijn ouders of van mijn moeder. Nee, dat is heel lang heb ik. Ja, het enige wat ik deed is elke keer naar mijn heilige cirkel gaan of naar de bron toe gaan. Want dat deed ik wel als kind. En daar ging ik praten of daar besprak ik van oké, hoe moet ik hiermee om? Hoe moet ik hieruit komen? Wat moet ik doen? En ja, dus het is eigenlijk deed ik al self-healing. Zonder dat mij daar überhaupt bewust van te zijn wat ik aan het doen was. Ja. Ja, ja. En je hebt nog een aantal keren in jouw leven zo'n situatie meegemaakt? Ja. Het gekke is, ik ben bijna een keer verdronken. En driemaal raden wie mij omhoog trok. Nou, dat was mijn vader. Je vader of je stiefvader? Mijn stiefvader, maar dus mijn vader, mijn stiefvader noem ik mijn vader. Ja, ja. En eigenlijk, nu ik terugkijk, is hij bij elke situatie waar ik een bijna doodervaring heb gehad, is hij aanwezig geweest. Oké. Dus dat is ook heel bijzonder. Ja. Dat was een moment, maar dat was misschien ook wel meer een moment inderdaad weer vertrouw op mij en het komt goed als wij samenwerken en dat. En op een latere leeftijd, dat was vlak na mijn scheiding, toen kreeg ik acute astma-aanval en toen was mijn lucht weg. En toen werd ik dus opgenomen in het ziekenhuis. En eigenlijk had ik geen lucht meer. Ik zat op de eerste hulp. Mijn vader had mij daar naartoe gebracht. Mijn kinderen hebben me overigens gered. Mijn oudste zoon was 5 jaar. Die heeft opa gebeld. Die kon 5 nummers uit zijn hoofd. Dat was al bijzonder. Maar die heeft eigenlijk mij gered. En ik vergeet nooit dat op een gegeven moment dat mijn vader op de achtergrond stond van luister nou, want ik wilde vluchten, ik wilde alle kanten op. En nou ja goed, uiteindelijk drong hij wel tot mij door. En toen ben ik in self-healing gegaan. En toen heb ik geleerd hoe ik controle kreeg over in wat voor situatie je ook zit om naar binnen te keren en controle uit te voeren. Ja, en maar de arts, de arts zei, het is heel opmerkelijk, want jij had geen zuurstof meer in jouw bloed, dus je had eigenlijk al moeten uitgaan. Ja. En hij begreep niet waarom ik toch nog bijbleef. Ja. Hey, en dan... Ik bedoel, ik begrijp natuurlijk het fysieke aspect, maar op een gegeven moment dan, laat ik maar zeggen, kom je weer terug. En we hebben het over een shamanistische dood en we hebben het over transformeren. Is er dan iets anders? Is jouw realiteit dan veranderd op het moment dat je weer in deze wereld helemaal bent? Ja, want elke keer als zoiets gebeurt, kom je eigenlijk in een downfall. En dan ga je eigenlijk alle aspecten van je leven ga je bekijken. En wat is nu belangrijk? Kijk, op dat moment heb ik besloten, dit gebeurt mij nooit meer. Ik wist eigenlijk niet hoe krachtig dat eigenlijk was, want het is nooit meer gebeurd. En ik gebruik geen medicijnen meer. Wat is dit? Dit gebeurt mij nooit meer. Zodanig in fysieke problemen komen. Het is eigenlijk een soort test, denk ik, geweest om het proces ook weer om te kunnen draaien. Van hoe, dat je met je eigen kracht zoveel in de hand hebt, hè, door zelfcontrole, door
als het je tijd niet is, dan moet je vechten. Dan betekent gewoon dat je moet vechten voor je leven eigenlijk. En ja, en handelen. als Ik zou, ik zou zeggen, je moet handelen. Ja. Vechten is alsof je ergens tegen vecht. Nou, handelen is dat je in actie moet komen. Ja, en niet meegaan met dat proces wat op dat moment plaatsvindt, maar ergens een bewustzijn creëren dat je direct moet handelen en actie moet ondernemen. En zodra je daaruit bent, dan zie je in één keer, de waarde van de relatie die ik heb met mijn kinderen. Dat eigenlijk voor mij alleszeggend is. Dus de liefde, en dat daar de focus moet liggen. Niet op al dat geruis om je heen, maar daar ligt de focus. Die spirituele band, die is zo sterk. En dat gebeurde eigenlijk met mijn eerste zoon ook toen hij werd geboren. Ja, dat was life-changing. Maar het is voor veel mensen zo natuurlijk. Want het is nog steeds een gift, hè? Wat je gegeven wordt aan deze wereld, is eigenlijk een stukje ziel wat weer bij je komt. En als je dat respect voor hebt en van kinderen kan je net zoveel leren. Dus ouders zouden wat vaker ook naar hun kinderen moeten luisteren. En zou ik zeggen, ik zie het vaak op school, kinderen zijn briljant. Dus en inspirerend. Ja. Je hebt ook een paar keer het woord zelfhealing in de mond genomen. Betekent dat je op intuïtie iets ging doen en dat hielp? Of hoe ontstaat zoiets, zelfhealing? Als je het niet uit de boeken haalt of geen cursus hebt gevolgd of zo. Ja, dan, kijk, ik heb als kind altijd met energie gespeeld. En nu is het een beetje awkward om dat natuurlijk te zeggen, maar op een gegeven moment leer je de reis naar boven te maken. Dus toen ik heb een jaar lang in het ziekenhuis gelegen. Dat was op mijn vierde. En ik zat aan mijn bed gekluisterd, dus elke dag trokken ze mijn been uit de kom. Er was toen ook niet zoveel bezoekuren. Het was maar een uurtje bezoekuur over de hele dag. Dus eigenlijk was dat mijn spirituele training om continu naar boven toe, naar de bron te gaan. Omdat daar zaten de spirits en daar werd ik beschermd en daar, daar was het gezellig, om het zo maar te zeggen. En hier in deze wereld was het alleen maar pijnlijk en eenzaam. Dus de connectie op en neer, werd daar natuurlijk getraind, heel sterk. En op een gegeven moment voel je hoe je dan energie door je kruin naar beneden kan trekken. En hoe je daar in één keer in kracht komt te staan. En dat is eigenlijk wat ik mijn leerlingen dus leer. Als ze bij mij intuïtieve ontwikkeling komen doen. Dan dat spirituele is maar zo'n stukje. Waar ik bezig mee ben is eigenlijk het grootste gedeelte is energie door, op celniveau door je lichaam laten vullen. En zodat je elke keer je lichaam opwaardeert en onderhoudt in conditie. En dat je dus vol in je eigen kracht staat. Dan komt er zeg maar een spirituele cirkel om je, een heilige cirkel. En daar nodig je je beschermers in uit. En dat is de tweede lijns bescherming. Dus de eerste lijns bescherming is je eigen energiekracht. Hè, dus je eigen kracht. En de tweede is de spirituele samenwerkingskracht, om het zo maar te zeggen. En dan pas ga je spirituele acties uitvoeren naar mensen toe. Want dan, dan kan je zeg maar, dan raak je niet zo snel bevuild, om het zo maar te zeggen. Omdat als ik jou in je kracht zet,
Dan moet ik wel een aantal spirits hebben om jou uit je kracht te zetten. Hè? Want dan sta je al sterk. Hè? Want het heeft ook met aarde te maken. Dat je goed aardt en de connectie tussen boven en beneden stevig neerzet. Ja. En Ja. dan is het maar een klein stukje, hè, als jij een reading doet voor mensen en je gaat communiceren met spirits, of je gaat kaarten lezen, of bloemen lezen, of water lezen, of, nou ja, of smutsen. Als mijn leerlingen jou smutsen, pakken ze niet gewoon een veer en gaan ze met salie aan de gang. Nee, het is een heel stukje heilig iets van ik maak connectie met mijn voorouders. Ik maak connectie met de salie. Wat dat... Ook een spirit. Je vraagt of je daarmee samen wil werken. En op het moment dat hij ja zegt, dan ontstaat er iets heel moois. En dan ja. Lezen ze eigenlijk de rook van de mensen en geven ze ook eigenlijk direct een boodschap en dat gaat ook gelijk gepaard met healing. En dus ja. Activeer je automatisch hun healing skills door zelfhealing. Want ik denk altijd, je kan je het beste van jezelf geven als je dus van jezelf houdt. Maar ook als je jezelf hield, dan pas kan je een ander healen. Ja. Oké, okay, begrijp ik. Dan ben ik ook benieuwd. Je noemde net jouw shamanistische naam, hè? Mother Mother. Wie heeft jou die naam gegeven? Ja, dat is spirit, noem ik dat altijd. Dat is een hogere bewustzijnsvorm, denk ik. We hebben allemaal een bron, hè, als ik het zo mag uitleggen. Tenminste, wat Spirit mij heeft laten zien. We hebben allemaal een bron. En die bron staat allemaal aangesloten op het al. Op het algemene informatienetwerk. En ja, en die, dat al, die geeft zeg maar de opdrachten, de missie, de, nou ja, ook de naam, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja. En zo is het eigenlijk dat je in je heilige cirkel staat. En, maar ook een stukje van ga staan voor wie je bent. Verschuil je niet meer achter Chantille. Maar ga maar staan voor wie je bent. En ga je werk maar uitvoeren. Ga je pad nu duidelijker neerzetten voor jezelf en voor anderen. En dat is... En hoe... Hoe weet je, ik bedoel, want je hebt het nou over, ga voor jezelf staan en ga dat neerzetten. Op een gegeven moment ben je er ontvankelijk voor, dan komt het binnen. Hè, en zo zul je dan ook de naam hebben gekregen. En dan, want dan ga je het manifesteren. Ja. Hoe is dat bij jou in zijn werk gegaan? Hottend en stotend. wel niet, wel niet. Ja, op een gegeven moment word je gewoon... Het is constante paranormale verschijningen, activiteiten om je heen, die elke keer... Zeg maar, ik wil... mijn ego wil rechtsaf. En spirit draait mij heel zachtjes om. Naar links, ja. Weet je, zo. Ja. En dat ik denk van, hè, wat ben ik nou aan het doen? En dan later denk je, oh, maar dat is interessant. En dan is het interesse gewerkt. Ze lokken me altijd, hè. Dus ze hebben zich maar van, kijk hier, kiddy kiddy. En dan ben ik toch nieuwsgierig. En dan, ja, dan gebeuren er een hoop dingen. En het gaat vaak spontaan. En... En dat vind ik wel, achteraf gezien, heeft dat ook zijn charme. Omdat ik denk als ik van tevoren weet wat gaat plaatsvinden, dat ik veel meer weerstand zou bieden, denk ik. Ja. Dus het overkomt je en dan denk je, wat was dit? En dan weet je het niet. Je krijgt ook niet direct, ik krijg nooit direct antwoorden. En dan ga ik naar mijn heilige cirkel en dan
stapje voor stapje, dan worden dingen duidelijk. En dan denk ik, oh, zo werkt dat. Oh, zo moet ik handelen. Of zo, dit wordt van me verwacht. Of, nou ja, zo eigenlijk. Zo kom je tot dat stukje zelf. En dan kijk je achterom en dan denk je van, wat ben ik allemaal aan het doen? En dan denk je, oh, nou, volgend avontuur. Ja. Dus ga van avontuur naar avontuur. Ja, het doet mij denken, wat ik wel eens zeg is, als mensen ergens tegenop kijken, iets moeten bereiken of... En dan zeg ik, weet je wat, of iets willen overwinnen, hè, in zichzelf, weerstand of zo. Ik weet je wat vaak het grappige is. Dan kijk je daar tegenop en dat denk je, oh, dit moet ik overwinnen. En heel vaak, het moment van overwinnen, dat maken mensen niet eens bewust mee. Op een gegeven moment hebben mensen opeens, hey, ik heb daar helemaal geen last meer van. Ik heb er al een week geen last meer van, of ik heb er al 2 maanden niet. Hey, en dan is het eigenlijk gewoon in je systeem geslopen, ja. Als het ware. Dan heb je het al overwonnen. Op het moment dat je begint of actie onderneemt, heb je het eigenlijk al overwonnen. Maar dat besef je pas na de hand eigenlijk. Later. Ja, later als je terug... Als je voor de volgende hindernis staat. Ja. Ik ben nou alweer aan de beurt. Jeetje. Ja. Maar dat maakt het leven ook interessant. Ja. Hè? Dat zorgt ook... Ik zeg ook altijd, blijf jezelf uitdagen. Want ja... Maar je bent nooit klaar. Je bent nooit klaar. Ja. En ik zeg wel altijd tegen spirit, stuur wel even de leuke uitdagingen graag. Dus niet de moeilijkste heb ik nu wel een beetje, denk ik, wel gehad. De zwaarste, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus, En met wat jij geleerd hebt, wat je doorgemaakt hebt, hoe help jij mensen met het transformatieproces? Hoe ondersteun je hun daarin? Wat doe jij? Wat is jouw rol? Kijk, ik geloof niet in healers die zeggen, ik heal jou. Absoluut niet, want dat maakt afhankelijk. Dat is niet de weg voor mij. De beste healers zeggen, ik leer jou hoe je jezelf moet healen. Dus dat je eigenlijk altijd beschikt over je eigen healingskracht en dat je daar altijd toegang tot hebt. En dat is wat ik mensen eigenlijk leer. En door dat proces, door dat zelfhealing, gebeurt er natuurlijk, zet je al je chakra's open, want ik werk per chakra. En doordat we elke chakra aanpakken, ja, komen ze allemaal in een stukje verwerkingsproces. En het kan soms heel heftig zijn. Mm-hmm. En eigenlijk, wat ik doe is een stukje liefde, een stukje respect, een stukje het laten zien dat we allemaal door hetzelfde proces heen moeten gaan. En dat je dat ook mag. Dat je jezelf die ruimte geeft. En ook het groepsproces is heel erg belangrijk. Mensen willen altijd één op één met mij werken. En dat denk ik is dom, want als je weet wat ik elke keer leer van de groep. Ik eindig ook altijd wat ik van jou geleerd heb. En wat ik van jou geleerd heb. En wat ik van jou geleerd heb. Eigenlijk moet ik mijn leerlingen betalen. Niet zijn mij. Maar goed. Ja. Het is een groeps iets. En het is altijd heel bijzonder. Want het is zo enorm krachtig. En ik denk dat het ook een stukje veiligheid geeft. Ik reik het ze aan en wat ze ermee doen, dat is hun eigen verantwoording natuurlijk. De een gaat supersnel en die zit al na 12 weken ook op de beurs en die geeft volledige readings en chakra healings. Ik hou mensen niet klein. Dat doe ik niet, dat is niet mijn stijl. Ik probeer zoveel mensen mogelijk spiritueel aan te zetten. Hè? Dus de uitspraak is ook van mij... heb je spirituele wifi on en dan dat is een ander soort wifi, geen 5G. Daar ben ik niet zo van. Maar wel van de spirituele wifi, want je staat continu met elkaar in verbinding. En dat is wat ik train.
en Ja, geef. en ik vind het grappig wat je zegt, wifi. En je had het ook al eerder over je downloads. Hè, en je downloads ook van het ongeziene of het buitenaardse. Kun je een voorbeeld van zo'n ervaring geven? Van hoe je een download ervaart? Dus channeling of hoe kun je een voorbeeld, gewoon één concreet voorbeeld van recentelijk misschien? Nou, het is dat je vaak gebeurt het met personen. Vaak dat als ik een persoon aanraak, dat er automatisch iets een download gebeurt. Dan na zo'n ervaring zijn we altijd allebei even geschrokken. Dus dan zitten we elkaar altijd een beetje versuft aan te kijken van, oké, wat was dat? En dan begint het heel snel van. Oké, er zijn gegevens uit het vorige leven, er zijn gegevens over waar je nu naartoe moet, wat de weg is, waar je nu staat, maar ook ja, tot het extreme soms. En dat is best wel heftig. Ligt er aan de persoon wat hij wil ontvangen of waar hij mee kan werken. En dat deel ik dan, zodat die persoon er wat mee kan. En eigenlijk tegelijkertijd leer ik er ook van hoor. Dus ja, als jij zeg maar een download krijgt over je eigen, bijvoorbeeld je eigen vader, hè, mijn biologische vader. De reden waarom ik bijna dood was, is spiritueel gezien, want hij is een slang, spiritueel gezien had hij mij gebeten. Dacht, ja, dat doe je je eigen kind niet aan. Maar later in het verhaal zei hij: ik heb jou gebeten om ervoor te zorgen dat jij tegengif hebt tegen als jij zo'n aanval van andere slangen. Hè, want spirituele wereld is ook, zeg maar, zie je ook in andere soort vormen van dieren en dat soort dingen. Dat je daar weerstand tegen hebt. Ik dacht, nou, eigenlijk. Het was niet leuk, maar eigenlijk best wel vet cool. Hè, dat hij dat op die manier. Ja. Maar dat zijn dus dingen die ook wel heel tegenstrijdig zijn. En soms ook in je hoofd dat je denkt van word ik nou gek? Of... Maar op het moment dat je het allemaal weer, nou ja, niet te veel aan hangt, maar ziet als zijnde van oké, daar kan ik mee werken. Nou, dan moet je daar ook niet te veel over nadenken. Want ik merk wel dat als ik te veel nadenk en te veel overdenk, dat niet goed voor mij is. Nee. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dan krijg je de sluier van de cognitie. Die komt dan tussen de ervaring en de echte kennis in te staan. Ja, en ja, wat is waarheid? Dat is ook zoiets. Iedereen heeft zijn eigen stukje waarheid. En ik geloof wel dat je dat met elke download mag aanpassen. Dus dat je elke keer wat breder gaat kijken. Of wat, als je vraagt aan mensen de sky, dan zeggen de meeste mensen is de limit. Maar wij zeggen de sky is unlimited. Ja, dus. Het is veel meer, het is veel verder. En je hebt gezegd van mensen willen graag één op één bij mij, maar ik vind de groep, het delen en misschien ook de gezamenlijke energie, dat geeft veel meer. Als je dan kijkt naar deze periode, hè, waarin eigenlijk, dat zeg ik wel eens vaker, de trein voor allemaal is stilgezet. En dan zitten we dus eigenlijk niet als persoon alleen, zelfs niet eens als groepje, maar gewoon als hele samenleving, misschien zelfs wel hele mensheid, in een bepaalde fase, zullen we maar zeggen. En iedereen die ervaart het op zijn eigen manier en die verwerkt het voor zichzelf, maar je zit eigenlijk wel in iets collectiefs. Ja. Dat zie jij ook zo, neem ik aan. Ik vind het negatief ongezond, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat meer mensen zich gaan beseffen. Kijk, voor de mensen die alleen maar werken, werken, werken en op elkaar worden bij elkaar worden gezet en dan eigenlijk hun kinderen beter leren kennen, daarvoor is het misschien een gift.
Want ook negatief heeft ook positieve kanten. Ik denk in deze periode dat veel meer mensen gaan nadenken over hun eigen bijdrage aan deze wereld. Hè? En ook hun stukje vrijheid wordt ontnomen. Voelen mensen als bedreigend. En dat begrijp ik heel goed. Maar de mensen begrijpen nu ook dat ze moeten samenwerken. En dat de enige manier om hier uit te komen, om enige manier om tot een betere wereld te komen, is door samenwerking. En elkaar een hand toe te reiken. Dus elkaar te helpen, ja, te ondersteunen. En ja, ik denk alle mensen die eenzaam zijn of die in één keer geen knuffel krijgen, die wel gezond zijn. Ja, dat is eigenlijk onmenselijk voor mij. Daar word ik heel, heel intens verdrietig van. Ja. En ik heb daar ook zoiets van, joh, als je gezond bent en je hebt geen virus, weet je, dan is fysiek contact wel heel erg belangrijk. Ik ben ook heel fysiek altijd al geweest. Dus misschien is dat iets Indisch, ik weet het niet. Maar wij moeten altijd even een handje of een schouderklopje of iets. En ik knuffel ook altijd mijn cliënten. Als we diep zijn gegaan, hè, dan zit er toch een vertrouwensband. En dan vraag ik ook altijd van, vind je het goed als we afsluiten met een knuffel? Het is ook mijn stukje bescherming om de persoon heen. Ook te laten voelen wie ik echt ben in mijn hart. Hè? Want dan maak je een hartsconnectie. Ja, en dat mag nu allemaal niet. En, ja. Ja, ja, en dat is echt heel raar. Dat is voor mij heel veel weerstand krijg ik daarin. En opstandigheid. En soms ook wel stout. Hey, maar dat is een aspect van wat jij ervaart in de huidige tijd. Dus aan de ene kant de behoefte aan verbinding. Aan de andere kant misschien ook een stuk bewustzijn hoe belangrijk verbinding is. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, denk ik dan. Hè? Want die behoefte, daar zou je het aan ontberen. Maar het is wel dat doordat je het eraan ontbeert, merk je hoe groot die behoefte is. Kijk, ik heb toch in het platform heb ik wel eens gevraagd van wat hebben jullie als meest positief ervaren? En dat was of meest positief als ik weet niet eens hoe ik het formuleerde, maar mensen gaven unaniem aan de rust. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi, want het is niet zo dat mensen opeens denken, hé, nu heb ik het rustig, maar mensen werden zich van bewust. En als je dan bewust wordt, hè, dus van die rust, maar dus ook bijvoorbeeld aan die behoefte en hoe belangrijk verbinding is, nou, dan kun je met dat bewustzijn, kun je dat een voornamere plek geven in je leven. Hè? Dus waar je eerst maar doorjakkerde, heb je nu ervaren hoe fijn het is om rust te hebben. En waar je eigenlijk, terwijl je met iedereen in contact was, eigenlijk niks aan die verbinding deed, merk je op het moment dat het echt niet kan, niet mag, laat ik het zo zeggen, dat er in ieder geval een lading op komt te zitten, hoe belangrijk het is. Dus dan kun je daar, hè, met die kennis van die behoeften die je zelf hebt, en dus waarschijnlijk andere mensen ook, kun je daar vanaf nu heel veel bewustzijn opbrengen en dat ook integreren in jouw leven. Ja, dus dat zijn eigenlijk de winstpakkers. Ook vanuit de natuur gezien, de natuur krijgt ruimte. De natuur krijgt in één veel meer ruimte en mensen zien eigenlijk door de hectiek in één keer de schoonheid van de natuur. Ja. En dat zijn ook belangrijke dingen om je bewust van te worden van hoe belangrijk het is. Dat gaan we weer terug naar die hectiek? Of gaan we toch wat meer rust inbrengen, maar wel de verbinding met elkaar zoeken en respect hebben na dat stukje natuur. Want we zijn, we hollen eigenlijk de verkeerde kant op. En nu staan we even stil. En
we zijn er nog steeds. Hè? En ja. Nu is het, ja, economisch gezien wel zwaar, maar ik denk wel dat er een shifting komt in heel veel bewustzijn van mensen en dat stukje verantwoordelijk dragen voor de natuur ook een belangrijk aspect wordt. En dat doe je alleen maar door met anderen te verbinden en daar ook voor te gaan staan. Ja, ja. Hey, en hoe in jouw praktijk of in jouw leven kun je mensen in deze processen ondersteunen? Hoe doe je dat? Wat doe jij? Wij hebben een tijd lang, en dat, volgens mij heb ik je dat ook wel eens verteld, dat wij om 8 uur 's avonds deden wij een vaste healing. En, en het grappige was dat ook nieuwe leerlingen die maar gewoon 1 les, 2 lessen hadden gehad, en toen werd de corona, werd het afgebroken. Maar die zaten al in die groep en die hebben dat gewoon ook meteen opgepakt. En dat was echt geweldig. Die hebben ook de grootste groei gemaakt, grappig genoeg. Maar wij zijn allemaal in gaan tunen. En op hetzelfde moment healing uit gaan zetten naar een stukje wereld. Naar een stukje mensen in Nederland of soms wereldwijd. Net wat diegene voelt, wat die moet doen. En doordat we het samen doen, en omdat de band natuurlijk al sterk is, krijg je dus dat je elkaar versterkt. En dat is ook een stukje van mijn missie, om te reizen, om met andere shamanen, andere leiders in contact te komen, dat je op bepaalde momenten elkaar kan versterken in energie, in kracht. En een stukje liefde natuurlijk wereldwijd uitzetten. En ja, op een gegeven moment, hoe meer de mensen met elkaar verbinden, des te groter het kwantumveld reageert op wat je doet. Want, en dan reis je ook fysiek naar die andere shamanen toe? Voor, Ja, nou ja, wat ik doe is, probeer ze te ontmoeten. En op het moment, nu valt ook gelukkig heel veel ego weg. Dan ontmoet je iemand en dan zeg je van, laten we ons verbinden, laten we elkaar kunnen roepen, ook telepathisch, hè, want ook telepathisch vermogen wordt eigenlijk niet bij de mensen getraind, maar dat is wel wat we nodig hebben de aankomende periode om bij jonge kinderen dat te activeren en zodat er wereldwijd dat je eigenlijk de mobiele telefoon in de toekomst niet meer nodig hebt, maar dat je elkaar gewoon telepathisch kan roepen en ondersteunen. Ja. En dat is wat eigenlijk ook al gebeurt, hè? Dus dat sommige spirituele leiders die checken mij even uit en dan komen ze even langs. En gelukkig sta ik daar niet gelijk met in gevechtshouding, maar dan denk ik, en dan komen ze binnen en dan kijken ze van hoe zuiver ben je en wat is jouw intentie en nou, dan weten ze, oké, de connectie is gelegd. Wij kunnen jou roepen op het moment dat dat nodig is. Dat is eigenlijk een beetje het zweverige van het verhaal. En dus dat is de wereldconnectie die je dus uitzet. Maar met groepen, met iedereen die met jou wil connecten. Graag. Ja. En als jij nou, met veel van de dingen die je gezegd hebt, als je nu, de mensen die nu kijken, die straks nog gaan kijken, als je die wat één tip of misschien 2 tips zou kunnen geven om ook de periode die nu nog gaat komen, hè, met die onzekerheid en ook de economische onzekerheid en misschien het zwaard van Damocles voor het in moeten boeten in vrijheid. Wat zou je mensen als advies kunnen geven om krachtig die periode te kunnen doorstaan? Het eerste wat ik ze zou leren is natuurlijk healing. Dat is even een beetje te veel om te zeggen. Maar wat ik denk, wat het krachtigste is, dat weten we allemaal, dat is liefde. En liefde is de allerhoogste frequentie. En op het moment dat jij, als je niet weet, als je
als je bijvoorbeeld naar je kind kijkt, of naar je partner kijkt, of naar je dier kijkt, en je voelt dat stukje liefde, hou dat vast. Zet dat weer terug naar jezelf toe, elke keer in je hart. En alles wat je uitspreekt of uitzendt, wees bewust van dat het op een positieve manier, want dat is, het komt aan. We beseffen het misschien nog niet, maar eigenlijk de volgende generaties, dat zijn kinderen die dat feilloos oppakken. Ja, want dan ga je communiceren zonder woorden. Als mensen mij scannen, dan kunnen ze voelen of ik liefde geef of niet. Of dat ik rare gedachten heb, of dat ik negatieve gedachten heb. Dus wees heel bewust van wat je communiceert naar buiten toe, wat je denkt en wat je uit. En probeer het zo positief mogelijk, want dat raakt iedereen. Dat ondersteunt iedereen. Ja, dat vind ik mooi gezegd. Dat vind ik mooi gezegd. Maar goed, dan zit je in de trein. En dan heb je even je mondkapje niet op. En dan komt er een boa of een conducteur langs. En die bejegent je op een bepaalde manier. Wat doe je dan? Wat treedt er dan in werking? En hoe kun je dan bij die liefde komen of blijven? Ik los het vaak op met humor. Dus dan zeg ik, ja, ik hou ook van jou. Sorry. Ja, ik doe wel even een kapje om. Ik zeg maar wat. Of ja, ik ja. Niet direct in negativiteit reageren. Als je boos wordt, probeer toch. Je mag boos zijn. Ik bedoel, kijk, tuurlijk, je mag boos. Ja, dat zijn emoties die ook plaatsvinden. Maar op een gegeven moment moet je ook realiseren dat dat negatief is voor je lichamelijke proces. Want alles wat je verdriet, negatieve energie, jaloezie, haat, dat breekt jouw lichaam af. En dat zorgt ervoor, dus eigenlijk moet je jezelf trainen in het omzetten naar positief. Ja. En wat ik dan doe is, zet mijn hand letterlijk op mijn hart en denk echt aan de mensen waar ik van hou. En dat gaat heel snel. En dan, ik hoef maar aan ze te denken, boem, en liefde is daar. En dan denk je, ja, wat is belangrijk? Lekker belangrijk. Dit is belangrijk. En dan ben ik weer gecenterd. En dat is wat ik nu op dit moment doe als ik heftig, want ik kan heftig reageren natuurlijk als zijn sjamaan ook energieën. En ik zwem. Als ik heel boos ben op iemand, dan zwem ik gewoon keihard, raakt niemand gewond. En dan is het bad wel even, oh, wat gebeurt daar? Maar dan heb ik wel alles kunnen ontladen op een veilige manier. Dus sport is ook een goede uitlaatklep voor mensen om te ontladen. Of de natuur. Ga in de natuur en ga even lekker goed schreeuwen. Ontlaad. En hou het niet in je systeem, want negatieve energie die je opslaat, worden een stukje, ja, dat ontwikkelt zich in ziekte. Ja, voor jezelf, maar het kan ook woekeren in een samenleving. Hè? Want ik bedoel, je kunt elkaar ook aansteken met negativiteit. Ik bedoel, dat is wat je, zeg maar, ook de afgelopen tijd hebt kunnen zien. Hè? Alle polarisatie en dergelijke, dat komt niet vanuit liefde. Nee, nee. Nee, dat komt uit angst. Er is ontzettend veel angst bij mensen. En eigenlijk door rustig te blijven, door constant liefde uit te stralen en te laten voelen, dan zeg ik van oké, ik kan je niet een knuffel geven, maar ik kan je wel laten voelen dat ik bij je ben en dat ik met je ben. Ja. Maar zijn er een aantal dingen. Dit is naar de ander gericht. Maar ook als je naar jezelf kijkt. Hè, want uiteindelijk denk ik dan, het begint bij eigenliefde, zelfliefde. En dus op het moment dat je, ik noem maar wat, geraakt wordt door een gedrag van een boa of door een opmerking op het internet, dan ontstaat er iets bij jou. En in eerste instantie kun je dan jezelf troosten. Of jezelf in ieder geval
naar binnen gaan, voordat je naar buiten gaat, voordat je met die trigger hoeft bezig te houden. Ja. Ja, kijk, het voor mij is het aan de ene kant wel moeilijk, want ik ben ook een straatmeid geweest. Dus ik ben wel wap, wap, wap. Maar juist daarom, als mensen snel getriggerd worden, dan door jouw energieoverdracht zo rustig frequentie te brengen, dan merk je gewoon dat mensen daarop direct reageren en ook in jouw energie meegaan. Ik merk het zelf hoor, want ik ben heel goed in het deescaleren van ruzies, ook waar ik niet bij betrokken ben, dus juist misschien verkeersruzies of zo, door gewoon door een opening te creëren vanuit een stuk rust. Ja. En daarmee ook vanuit een stuk autoriteit. Dat realiseer ik me inmiddels ook wel. Hè? Als iemand heel boos wordt en je gaat er ook nog eens een keertje onder, dan legitimeert dat alleen de boosheid. Maar als je op een gelijkwaardige manier, of gelijkwaardig niveau, een dialoog opent, of vaak is het ook dat iemand zich niet gezien voelt. Dus als je dan terwijl iemand wel stoom uit iemands oren komt van: wat is er aan de hand? Ik zou zeggen, ik zie je stoom. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar, maar in ieder geval iets zeggen wat niet op, wat eigenlijk afleidt van dat proces van die ander. Ja. Ja. Ja, en het is echt de manier van overdracht, van rust en een stukje liefde. En dat heeft echt grote invloed op anderen. Dat merk je. En als je dat met meerdere mensen doet, of gezamenlijk, dan creëer je een soort harmonie. En dus als mensen dan samenkomen, dan hebben ze zoiets van: kom in zo'n lekker warm bad. En oh, dit had ik even nodig. En dan denk ik, ja, maar dit kan je zelf blijven creëren. Dus blijf elke keer dat gevoel terughalen. En ga elke keer naar dat stukje liefde, een stukje plek, of een stukje fijne reis die je ooit hebt gemaakt, mensen die je inspireerden, dieren die direct met je connecten. Blijf je verwonderen, blijf genieten van alles om je heen. En zie ook de humor ervan in. Toen ik de eerste keer op de beurs kwam, was alles dood en stil. En ik dacht echt van: oké, als dit de normale werkplek gaat worden, ga ik het hier niet redden. Dus ik heb wel zoiets van: Spirit, ik wil wel humor in mijn leven integreren. Want anders, als alles heel serieus is, want vroeger was spiritualiteit heel serieus. Ja, ik maak altijd grapjes. En want dan is het voor mij ook een beetje luchtig om ermee om te gaan. En dan kan ik me erin bewegen. En dus humor vind ik heel belangrijk, ook in situaties om de stoom er inderdaad af te halen en het om te zetten. En van, bekijk het van de andere kant. En doordat je rustig blijft, neem je iemand mee. En nou ja, goed, dat hopen we dus ook steeds meer te creëren. Maar ik kan ook wel chaos creëren hoor, als ik dat wil. Dat heb ik ook nog wel steeds in me. Maar dat is vaak in huiselijke kring. Als iedereen gek aan het doen is, dan is iedereen ook gek aan het doen. Dus, en dat is ook wel eens lekker. Dat is ook wel eens heel fijn. Ja. Ja. Ik ben al over het uur. Dus ik ga toe naar een afronding. Ja. Ja, dat gaat snel, hè? Ja, jeetje. Ja. Hey, zijn er dingen waarvan je zegt: nou, dat wil ik in ieder geval ook nog eventjes kwijt. Of hè, dat vind ik belangrijk. Of dat speelt in mijn leven. Dat vind ik mooi om te delen. Nou, wat ik wil delen is dat mensen moeten beseffen dat iedereen is spiritueel begaafd. Dat is niet uitzonderlijk. Het is net als sporten. Het is een kwestie van trainen. Oh, mijn batterij. Oeps. Het is een kwestie van trainen. Het is net als sporten, hoe vaak wordt. Loopt die nu stil? Ik hoor nu mijn eigen stem, hoor ik nu. Ja, je viel ook even weg.
De verbinding leek even verbroken. Ja, hij heeft een vertraging. Dat is heel raar, want ik hoor mijn gesprek nu herhalen. Maar wat ik wil zeggen, iedereen is paranormaal begaafd. Dus iedereen kan het trainen. Iedereen kan healen. Ja, dus leg maar je hand bij iemand op een zere plek en stuur vanuit je hart energie naar die plek toe. En iemand voelt zich direct beter. Hè? Als je iemand een kusje geeft of een in je armen sluit, dat is al healing. Dat is al gewoon al basic healing. Dus hou mensen niet op afstand, maar laat ze toe in je wereld. Laat ze toe. En deel de hartconnectie. Ja, eigenlijk wat ik jou... ja, eigenlijk een rode draad die ik in ons gesprek ervaar... is dat je eigenlijk bij een hele hoop dingen zegt... Doe maar normaal. Niet doe normaal, doe je genoeg. Maar ik bedoel, het is allemaal niet hocus pocus. Het is eigenlijk iets wat we allemaal hebben. En als je het niet realiseert... kunnen mensen zoals jij en misschien zoals ik mensen helpen te herinneren... of misschien eventjes een klapje op de rug geven. Maar daarmee ontwikkelen mensen eigenlijk... hebben gehad. En het is verder geen hocus pocus. Het is geen hogere wiskunde. Iedereen kan het doen. Het is eigenlijk misschien simpeler dan alle dingen die je op school leert. Ja. Nou, ja. Dat is heel geruststellend in een tijd met veel... Ja. Nee, maar dat is natuurlijk heel geruststellend in een tijd waarin het allemaal zo ingewikkeld wordt, waarin we geconfronteerd worden dat we eigenlijk niks weten. We weten niks van het virus, we weten niks van de economische toekomst, we realiseren ons dat er zo weinig te controleren valt. Dus als je dan gewoon kunt terugvallen op jezelf en dat het leven eigenlijk veel simpeler is dan jezelf voorgehouden, dan kan dat misschien een opening geven naar met vertrouwen whatever future op ons te wachten staat, om die in te stappen. Ja. Het doet wel heel erg raar op dit moment, dus ik hoor in vertraging alles. Dus ja. Ik hoor jou nu nog praten. Ik wil sowieso... Ja, maar we zijn denk ik aan het einde. Dus waarschijnlijk zal het universum ons wel een seintje geven van... Ja jongens, nou is het wel leuk geweest. En, het is leuk geweest nu. Ja. Ja. Maar ik wil in ieder geval heel erg danken voor je enthousiasme. En je wijsheden en vooral ook de down-to-earthheid, de vanzelfsprekendheid waarmee je dingen zegt. Hè, waardoor alle hocus-pocus en magie ervan af is. En mensen zich misschien realiseren hoe eenvoudig het is. Of het is niet eenvoudig, maar dat je in ieder geval dat je alleen maar rustig naar binnen, naar jezelf hoeft te gaan. En dat je moet leren luisteren en herkennen. En vooral gebruik maken van een stukje liefde, van hoe je naar anderen kijkt. Hè, die liefde constant naar binnen halen en dat constant ook naar buiten uitzenden. Ik denk dat je dan al heel veel wint, enorm veel wint. Aan lichaamsverandering, transformatie vindt dan automatisch plaats. Ja, mooi. En ook de verbinding met anderen natuurlijk, hè, want je bent open dan. Ja. Je versterkt dat ook, ja. Je versterkt dat ook, ja. Klopt. Ja. Hey, heel mooi. Ik ga afronden. Dank je wel. Ik ga groetje met mijn veer. Dus, heer, heer. Oké. En ik zie je waarschijnlijk morgenochtend bij de meditatie, als het goed is. Want je had daar ook een uitnodiging voor gestuurd. Ik zit morgen... ik zit natuurlijk min of meer de hele dag al in de duinen. Maar ik heb morgenavond begint de... doe ik... kijk, de zonnewende vindt rond middernacht, morgennacht plaats. Dus
Mijn ceremonie is dat ik morgenavond de zonsondergang, dat ik die met een ceremonie doe. Dan rond 12 uur 's nachts doe ik een zonnewendeceremonie. En ik doe een kleine ceremonie bij zonsopkomst zondagochtend. En zondag om 8:30 is er een zonsverduistering. Maar sowieso zit ik iedere zaterdag, dus ook morgenochtend om 9:30 op het strand hier. Om 9:30? 9:30, ja. Oké, okay. En dan... dat is in Den Haag, toch? Dat is allemaal in Den Haag, ja. Ja, want ik was sowieso van plan om naar Den Haag te komen. Dus de ceremonie is dus zondag. Zaterdagavond en zondagochtend. Maar de ochtendceremonie, zou ik zeggen, voor de zonsverduistering. Dat is zondagochtend. En dan begin ik om 7:45. Ja. Oh, maar ik dacht dat die op zaterdag was. Dus daar zit mijn verwarring. Nee. Dat is zondagochtend om 7:45. Oké. Okay. Nee, als jij laat weten waar je om 10 uur in Den Haag bent, dan als je het leuk vindt, kunnen we afspreken. En dan kan ik op een andere manier blijven ontmoeten. Ja, maar ik heb een event aangemaakt en dat heb ik je via de PM ook toegestuurd. Dus daar kun je alle informatie in vinden. Oké. Okay. En ook alle andere mensen die nu luisteren en kijken. Die geïnteresseerd zijn. Ja. Ja. Oké, okay, fijn. En die staat gewoon ook op mijn profiel, op mijn timeline en ook bij de pagina Meditation at the Beach. Van waaruit ik dat altijd doe. Oké. Okay. Okay? Nou, nog wel eenmaal leuk. Leuk dat ik samen ik zie je morgen. En dankjewel voor de connectie. En ja, nogmaals, ik ben heel erg betrokken en voel me ook heel betrokken met jou. Voel ook een hartsconnectie, dus dat is altijd heel erg fijn. Mooi. Oké. Okay. Doeg! Doei!